Hoi allemaal, welkom bij een... deze ASMR. Als jullie gekauwd worden in de microfoon, Roos staat gewoon toe te kijken hoe wij deze video opnemen met een hap hooi in haar mond. Achter de camera. Hoi allemaal, welkom bij de nieuwe video van... Equitality. Het is al even geleden dat we een video over... Myler hebben gemaakt. En wat jullie mogelijk op gaat vallen in deze video is dat er een geruimd tijdframe overheen is gegaan. Ja, we zijn namelijk weer bij twee mensen langs geweest en dat wouden we samenvoegen in één video. Alleen zat er best wel een grote tijd tussen. Voordat we het tweede deel konden opnemen inderdaad. Ja, het eerste deel wat we nu aan jullie gaan laten zien hebben we opgenomen voor alle corona ellende. Dat is namelijk toen we naar België gingen. Naar Indico. Ja. Het tweede deel is dus wel recentelijk opgenomen. Dat is namelijk de winnaar van de winactie geweest. Die we op ons Instagram hebben gezet. En daar zijn we ook langs geweest. Dus we hebben zowel stang en trends als een springruiter. Met een jong paard. Dus ik denk zo'n leuke afwisseling inderdaad. Ja, dus we gaan nu eerst kijken naar toen we naar België gingen. Naar Indico. En dat was voor de stang en trends. Dus heel veel kijkplezier. Gaan we met ons mee. Hoe koud is het vandaag? Heel koud. Hoi allemaal, wij zijn in koud. Het buitenland. Ja. Oh. En koud. 2 graden buiten. We zijn vandaag weer onderweg naar... ik doe het maar even zo. We zijn vandaag dus weer onderweg voor een BitFit sessie. Ja. Namens Myler. Wij zijn onderweg naar Indira van Indico. Ze is voornamelijk bekend met haar Instagram pagina. Zij is ook ambassadeur van Myler. Dus vandaag gaan we bij haar langs. Ik geloof dat zij stang en trends rijdt met haar paard Koala. En daar gaan we straks naar kijken. Ik weet niet precies wat voor klachten ze hebben. Maar dat horen en zien we dan denk ik zo wel. Ja. We hebben een heel mandje met bitten mee. Dus er is vast iets wat ze... Er is vast iets wat past. Past. Nee. Ik ben Indy van Instagram account Indico en ik ben de nieuwe ambassadeur voor MylerGrid. En vandaag komen ze langs Iris en Sanna langs van Equitality voor Koala haar bitje aan te passen. Dus ik ben heel benieuwd en let's go! Ja, ik heb dus net gehoord van Indy een beetje waar ze tegenaan loopt. Dus we gaan nou bij Koala kijken in zijn mond of hij ergens drukplekken heeft of hij gevoelig is achter zijn oren. Dus we gaan gewoon overal even op drukken en kijken waar hij dan op reageert. En aan de hand van die informatie kunnen we gaan kijken welk bit waarschijnlijk het best geschikt gaat zijn voor haar. Daar is hij een beetje gevoelig. En je had bij de lip dat hij dan een beetje plooide als je een stang bij je had. Of ja, niet, dat hij het naar buiten gaat staan. Ja. Klopt. Okay. Dus ik had zo precies een beetje de indruk dat die stang op de stang en trend gewoon te groot was. Oké, okay. Nou gaan we zo even naar kijken. Ja. Deze kant reageert hij nu niet, net wel. Ja. Deze kant. Nou zeg. Nu doet hij het niet. Oh, zie, hij zat er wel. Ik wist het wel. Ik wist wel iets wat ik hier had. Oké, okay, je hebt een kopstuk met een uitbaring, hè? Ja. Ja. Dan heb je daar met het rijden eigenlijk geen last van. Want hij is daar een beetje gevoelig. En soms als je dan een kopstuk hebt wat tegen de oren aandrukt, dan zie je een rijden dan ook terug. Dat ze bijvoorbeeld heel krant gaan lopen. Ja. Maar in principe als jij een ooruitsparing hebt, dan... Ja, klopt. Al mijn opstellen hebben dat inderdaad ook. Ja, je hebt ook een fancy opstellen. Ja. Ja, en ik heb dus eigenlijk gewoon de bitten overgenomen van de vorige eigenaar. Ja. En ja, ik weet eigenlijk niet of ze wel goed zijn. Misschien in combinatie met mij en haar. Of, Ja, nou, daar gaan we even naar kijken. Nou, Indy heeft net hoe lang heb je gereden? 20 minuten, is het tot zover? Even met een nieuwe set. En hoe gaat dat dan? Ja, het gaat wel echt beter als met mijn andere stang en trends. Dat is duidelijk waar, duidelijk zichtbaar denk ik ook wel. Dus ja, ze is veel minder druk in haar mond. Het is wel nog af en toe een beetje druk, maar ik denk dat dat ook een beetje... paard is. Ja, ja. Het paard is. En
Ja, want je had normaal dat ze hier dat de lip naar buiten plooide. Ja, en dat doet hij eigenlijk bij deze stang niet. Dus dat scheelt. Dat alleen al voor het beeld misschien iets mooier. Het is niet per se dat het wat veel verschil zou maken. En wat een denk ik groot verschil maakt in dit geval, is omdat deze stang afzonderlijk van elkaar kan scharnieren. Dat je niet zeg maar die kantelwerking één kant op hebt. Maar dat als je links of met je rechterhand gewoon iets erbij wil hebben of net iets verschil wil maken, dat alleen die kant inwerkt. En dat maakt wel veel verschil met de andere stangen eigenlijk die in omloop zijn. Die andere die zijn dus gewoon als één stuk. En als je dan aan je linkerteugel zit, dan gaat eigenlijk het hele bit eigenlijk kantelen. En bij deze werkt die dus afzonderlijk in. Dus als jij wat met je linkerhand doet, werkt ook alleen de linkerkant in. En daarmee kun je dus eigenlijk veel preciezer gaan werken. Ik heb er drie namelijk. Dus daarnet zagen jullie koala. Daar rij ik mee, dressuur. En dit is Gameboy. Met Gameboy rij ik niet meer. Want zoals de meesten die mij kennen wel weten, heeft Gameboy een aandoening. En daar kan ik dus helaas niet meer mee rijden. Maar met hem doe ik vrije dressuur. En dan heb ik nog een ander paard, Ikanto. En daar zullen we ook even naartoe gaan. Ja, oké, okay, dus we gaan nu naar de wei, want Ikanto staat nog op wei. Gameboy is er al af, mama heeft die er al afgehaald. En wij gaan dus nu Ikanto halen. We leggen altijd twee dekens op en dan poetsen we hun. Dekentjes eraf halen. Voetjes poetsen. En dan zijn ze weer klaar om te overnachten in een stalletje. Hè? Nou, en dit is Ikanto. En Ikanto is eigenlijk bang van alles. Ook voor de camera. Ja, bang voor de camera. Ik heb gekozen om koala, trouwens, misschien ook leuk om te vertellen. Ik heb gekozen om koala te laten bitfitten, zeg maar. En niet Ikanto, omdat we met Ikanto bitloos bezig zijn momenteel. En ja, het leek me niet echt ideaal om dat nu te gaan verstoren. Of ja, daarmee een beetje eigenlijk. Normaal gedrag hoor. Oh echt? Dit is too close! Het ding heeft me op! Echt? Hoi! Is het gelukt? Nee. Ja, nou ja, goed, je hebt nou je paard net weer afgezadeld. Ik denk, ik heb jou natuurlijk niet met jouw andere bit zien rijden in het echt, ja, alleen op de video's. Ja. Maar volgens mij, ik begreep voor jou dat hij dan echt wat onrustiger was, toch? Ja, klopt inderdaad. Dus ik denk echt wel dat dit een verbetering is. Ja. Nou, dat is in elk geval, dat was het doel. Ja, en ik denk ook inderdaad met die loswerkende stang dat echt wat meer rust voor zijn mond kan. Ja, dat denk ik ook kan. Wel. Dus voor de fotoshoots ook. Ja, zeker. Nou jongens, het was echt superleuk om eens een keer ook gewoon bij jou op stal te kijken. Ja, want verre zuiden. Ja, ver België. Ver ja. Nou ja, maar je ziet altijd zo op die video's, die buitenstallen en zo, had ik een beetje in mijn hoofd. Maar ik had er geen idee wat ik me bij voor moest stellen. Ja, het is hier echt super groot. Maar wel heel mooi, ik heb nog nooit zoveel binnenhallen bij elkaar gezien. Ja. Dit was natuurlijk een video voor Myler. Hebben jullie vragen over stang en trends? Stel ze dan hieronder in de comments. Je kunt ook op de pagina van Myler Bits Benefrans op Instagram kijken. Daar staat ook heel veel informatie op. Doei! Nou, tot zover was dus het eerste deel van deze video bij Indira. De stang en trends video. Het was die dag ook heel erg koud. Ja, anders dan nu trouwens, terwijl het nu november is. Ja, het is nu echt heel warm eigenlijk zelfs. Ja. Maar we hebben dus ook laatst een video opgenomen bij Elke. En Elke is door Myler verkozen tot winnaar van onze winactie. Ja, en daarmee ook gelijk nieuwe ambassadeur voor de Myler bitten. Ja. Zij heeft een jong paard en ze rijdt dus springen en eventing. Dus we gaan nu even naar de hele andere kant van de sport. Maar wel dicht bij ons. Ja, was wel in de buurt. Ja. Kijk mee.
De mensen die ons op Instagram volgen, die hebben misschien zelfs wel meegedaan of gezien dat wij een winactie hadden een poosje terug voor een bitfitting met een Mylar bit. En die is gewonnen door Elke. Dus daar zijn we vandaag in Neden. Ja. Zijn we? Ja. Ja, zit wel. Het is wel een soort van dichtbij, ja. En ze is hier met haar 4-jarige paard, maar ik denk dat ik haar even zelf de introductie laat doen. Okay. Nou, ik ben Elke. Dit is mijn paard Captain Cruising Z. Hij is van de Eerstengs Cruising. En ja, ik heb me opgegeven voor de winactie omdat ik, ik heb een Mylar bit in. Ik ben heel tevreden erover, alleen ik loop soms nog een beetje tegen problemen aan. Zoals dat hij achter het bit gaat lopen en erg onrustig is met zijn mond. En daarom leek me het echt interessant om, om een keer een bitfitting te doen. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Elke die is nu natuurlijk even achter mij aan het galopperen en aan het warm rijden. Nou kon ik eerst even meekijken. Ze gaf natuurlijk aan dat hij is nog jong. En hij kan dus af en toe echt een beetje trekkerig worden, want ze rijdt volgens mij ook eventing. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk om mee te nemen in de bitkeus. Op dit moment heeft zij dit bit erin. Dat is dus de Mylar 2 Bustrends. Wat op zich voor een heel jong paard wel heel erg fijn is, omdat hij heel erg stabiel is bij de kaken. Afzonderlijk werkt hij in. En ik denk dat dat voor haar in het parcours heel fijn kan zijn. Als die wat trekkerig wordt, ik kan natuurlijk nou niet zien bij de hindernis nog, maar zou je uiteindelijk makkelijker misschien voor een watertrens kunnen gaan. Die gaan we zo ook even proberen, maar het kan zijn dat dat nog net te veel prikkels geeft omdat hij nog zo jong is. Maar daarvoor zijn we natuurlijk hier, zodat we dat kunnen uitproberen. Dan doe ik nu even een level 1 erin en dan een watertrens. We hebben nu de level 1 erin gedaan en bewust eventjes een watertrens, omdat ze Elke dus net aangaf dat hij af en toe zo'n beetje er tegenin kan trekken, wil ik eigenlijk even kijken hoe hij reageert op een watertrens en of hij stabiel genoeg is al daarvoor. Ik heb hem bewust heel ietsje hoger gehangen, zodat hij wat stiller ligt, want net hadden we hem iets laten zakken en toen begon hij heel erg te rammelen. Dat doet hij nu eigenlijk niet meer, maar we gaan jullie dat verschil zo wel even laten zien waarom we dat gedaan hebben. Voel je verschil met dat bit wat je er net in had? Ja, ik vind hem in de draf wel, hoe zeg je dat, stabieler. Dus dat hij iets minder met zijn hoofd beweegt. Dat hij iets minder vaak gaat zakken en dan weer omhoog komt. Alleen in de galop merk ik wel dat ik hem iets meer, moet hem veel meer remmen. En dat hij iets meer onder me weg loopt. Dat ik niet meer zoveel controle heb. En dat ik hem echt door de bochten moet helpen, laat maar zeggen. Ja. Wat ze net aangaf, dat is eigenlijk heel erg logisch. Want jong paard is gewend aan de bustrends. En de bustrends geeft aan deze kant een beetje ondersteuning. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld iets je hand naar binnen vraagt, dan krijgt hij, wordt zijn hoofd eigenlijk een beetje meegeduwd. Omdat daar die ring zit. Bij dit gaat dat los bewegen, waardoor dat paard eigenlijk meer zelf moet gaan nadenken. Wel wat meer geprikkeld raakt. Dus je kunt vaak je oefeningen meer verfijnen. Maar juist voor jonge paarden kan het ook ervoor zorgen dat ze net dat stukje steun nog even missen. Dus dat is op zich niet heel erg gek. Ik wou hem wel nog eventjes ook één gaatje laten zakken. Om te kijken wat me nu opviel ten opzichte van het bit wat je er net in had. Was dat hij in draf
zijn mond dichter had. Hij was bij jou meer aan het rammelen. En ik wilde dus even kijken, als ik deze nu een gaatje laat zakken, of we hetzelfde resultaat krijgen, of dat dat aan het mondstuk ligt. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm... Ik heb ondertussen een kopje koffie gekregen. Ja, ik wilde jullie eigenlijk even het verschil laten zien. Hij was wat onrustig met zijn mond. En hij was eigenlijk een beetje aan het zoeken naar stabiliteit. En bij dit paard, als je het bit dus net te laag hebt hangen, dan gaat hij met zijn tong gaat hij hem omhoog trekken, waardoor je dus een onrustige kaak krijgt en een onrustige aanleuning. Terwijl als we hem een gaatje omhoog doen en het ligt stil, dan heeft hij niet die neiging om met zijn tong er tegen aan te drukken en wordt het dus in zijn algeheelheid rustiger. Dus dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor het bit wat ze er nu natuurlijk al in heeft. Dus ik denk dat we dat nu als volgende even gaan proberen. We zijn terug naar de bustrends en nu in level 3. Dus die heeft de tongboog nog iets sterker dan die level 2 die ik jullie net liet zien. En het bit, de watertrends die er net in zat, die was helemaal recht. Dus dan hebben we even gekeken waar hij het beste de druk kan hebben. Als ik met mijn vinger in zijn mond druk, dan vindt hij eigenlijk alles wel prima. Dan heeft hij niet echt een voorkeur. Sommige paarden zijn daar juist heel duidelijk in. Van nou, hier wel druk, hier geen druk. Deze vindt alles wel best. Dus dan is het gewoon fijn dat je even kunt proefrijden. Dat je kunt kijken waar hij dan het beste op reageert. Want jij gaf net aan dat hij in de galop een beetje meer zo bleef. Toch een beetje stijvig bleef daarin. Ja, precies. Dat ik niet echt stelling kon vragen. En dat hij, ja. En dan stelling zou met de bustrends. Hallo. Met de bustrends dus weer een beetje beter moeten gaan. En met deze tongboog iets meer hoogte en laagte. Dat past eigenlijk alleen bij paarden die iets ruimer gehemelte hebben. En dat is bij deze het geval. Maar dat is dus zeker niet voor alle paarden van dit model het geval. Dus het moet natuurlijk wel passen. Daar moeten we altijd ook even naar kijken. Maar dit ligt op zich wel mooi in zijn mond. En hij is nog tanden aan het wisselen. Looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addiction. Ik denk een beetje wat ik al verwacht had, of niet? Ja. Ja, was niet het bit. Ik denk de tongboog die je had, dat die al voldoende was. Ja. Voor nu een bustrend best wel fijn is voor hem, omdat hij toch die ondersteuning nog een beetje zoekt. Ja. Maar ik denk met een half jaartje dat je misschien blijer wordt van een watertrend. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik denk voor degenen die een klein beetje weten waar ze op moeten letten natuurlijk ook in de video, dat die het verschil wel duidelijk zullen zien. Ik probeer het natuurlijk een beetje uit te leggen, maar ik snap dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het verschil te zien. Voor nu hebben wij net even overlegd wat handig is. En omdat hij nog jong is, gaat ze nu eerst even verder trainen met een bustrends. Maar wel over een poosje over op de watertrends, als hij in de galop net wat minder ondersteuning nodig heeft. Want dan denk ik dat hij nog fijner gaat lopen. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, als je nou twijfel hebt over je bit, of die goed zit, of je het goede model hebt, of je de goede maat hebt, om dan even een professional in te schakelen. Je kunt natuurlijk je vragen ook bij ons kwijt, maar ik kan het niet altijd op afstand iedereen beantwoorden. Want we krijgen best wel veel DM's daarover binnen, dus laat dan, als ik het niet kan beantwoorden, dat even over aan een professional als je er niet uitkomt. Ja, we hebben nu het springzadel erop gedaan, want normaal spring ik met hem en beginnend eventing. En daar wil ik hem ook echt in uitbrengen laten in het hogere werk. Dus nu gaan we kijken of het bit met een gaatje hoog ook fijn is bij het springen. I could say
Nou, ik had nog even, Roos, een korte mededeling aan alle mensen die ons DM sturen met vragen over bitten. Uiteraard staan wij open voor vragen en als wij tijd hebben, beantwoorden we die natuurlijk ook met liefde. Maar te inhoudelijk kan ik natuurlijk geen antwoord geven, want daarvoor moet ik een paard zien. Daarvoor doe ik natuurlijk bitfittingen. Als je echt grote problemen hebt met je paard, bel dan alsjeblieft een professional om met je mee te kijken en eventueel bitten te proberen. Ja, want er zijn toch bepaalde dingen die je niet kunt zien vanaf het beeld of aan het verhaal. Dat moet je echt zelf zien en voelen. En dat is dus, wij, eigenlijk ik ook op al onze accounts krijgen wij heel veel vragen daarover. En sommige vragen zijn simpel te beantwoorden, maar heel veel vragen denk ik ook dat daar echt een professional bij moet komen. Ja, echt vragen van, mijn paard doet dit en dit, welk bit heb ik nodig? Mijn paard is geopereerd aan zijn tong en zijn kaak, wat moet ik nu doen? Ja, kan ik zo niet zeggen van afstand. Dus daarvoor zul je toch echt de afspraak moeten maken. En dat beantwoordt gelijk jullie volgende vraag die veel gesteld wordt. Hoe maak ik een afspraak? Ik kom eigenlijk momenteel alleen nog in regio Twente Overijssel. Mocht je een paard, soms een stukje Achterhoek nog. Maar mocht je een grotere groep hebben, kun je uiteraard een afspraak maken. Maar anders is de reistijd echt te groot. En dan kom ik gewoon tijd tekort. Dus daarvoor zullen jullie... Dus proberen we jullie in elk geval te helpen met deze video's. En hopelijk kunnen jullie daar al aardig wat antwoorden uithalen. En ook voor advies over Milo-bitten kun je natuurlijk altijd naar hun website. En je kunt naar hun Instagram-pagina. Je kunt onze video's bekijken en daar vind je natuurlijk superveel informatie. Dus hopelijk worden daarin ook al heel veel van jullie vragen beantwoord. Ja. Als jullie nog andere vragen hebben, laat ze zeker in de comments weten. En vergeet de pagina van Milo-bits Benefrans niet te volgen. Want daar zijn soms heel leuke en handige tips voor... de meest gestelde vragen dus die we krijgen over de Milo-bitten. Dan willen we jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet niet te liken, te abonneren. Wat Sanne al zei, Milo te volgen. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei! Doei.